naar het decor van je werk of de plek waar je gewoond hebt? Nou ja, het werk en het woon-werkverkeer, dat ging zo, dat liep zo in elkaar over, begrijp je? Je stond op, je zat te schrijven aan scènes en de kinderen kwamen uit school en we zaten aan de keukentafel, Wim en ik. En allebei met een snor op, ik noem maar iets. En dan kreeg Casper ook even een snorretje. En Arjen gaf Kim een raar pruikje eventjes voor de lol. Die kinderen wisten het niet beter. Of ze kwamen uit school en ze moesten altijd even kijken of er lampen stonden. Of dat mensen door het huis liepen. Ja. Of ze herkenden ze vaak al aan de auto's die er voor de deur stonden. Kees en Wim schreef ook gewoon aan de keukentafel, toch? Voor ja. Deel. Ja, ja. En dan ging 's morgens de bel en dan was het Wim en dan gingen ze werken. Dan gingen ze werken, soms ook boven, op Kees' kamer. En dan weet ik nog dat we luisterden of we iets hoorden. Dan hoorden we vaak ook niks. En dan was het knars, knars, zei Kees. Die kwam dan beneden en zei, nou, het is weer knars, knars. Dat betekende? Dat ze heel veel moesten opgooien en weggooien en niks hadden uiteindelijk. Maar dan later hoorden we ze giechelen boven. En dan was het goed. Ja? Oh god, we horen ze giechelen, godzijdank. Dit trappenhuis, dat was natuurlijk fantastisch. Je kon voor scènes opkomsten maken. En daarbovenop, die entresol daar hing een hele grote spiegel. Aan de deur natuurlijk, dat Wim opendeed. En ik als ambulant representant, noemde hij zich, van Klingelen zei... U kent ons museum. En in het museum wordt een Te Deum gespeeld. En nu heb ik hier een opname van het Te Deum. En dat is exclusief voor Te Deum. En Wim, oh ja, hier. Dat was die deur hier. Dan werd er gebeld en dan deed Wim open en dan stond ik daar. Wat een heerlijk oranje zonnetje schijnt er. Weer is het niet. Ja, inderdaad. Mag ik u dan even lastigvallen met een uniek aanbod dat wij namens de gezamenlijke Koninklijke Nederlandse Oranjevereniging slechts aan een beperkt aantal Nederlanders kennen of offereren? Waar gaat het om? Het gaat om de gouden jubileumplaquette, zoals die is geslagen ter gelegenheid van het koperen jubileum van onze Hare Majesteit de Vorstin. Ach, ja. En dat is deze. Ja. En deze gouden jubileumplaquette is ontworpen door de kunstenaarster Marthe Rolling, die ook al geniet van de bekendheid hoe zij de Majesteit Vorstin heb gezeefdrukt. En deze jubileumplaquette komt op de prijs die bedraagt 125 gulden, waarin u ook die 1, die 2 en die 5, die hele feestelijkheid als het ware weer ziet terugkeren. Ja, en het geld gaat naar een goed doel, neem ik aan? Het geld van de jubileumplaquette, dat wordt besteed aan de noodlijdende vorstenhuizen, overal anders in de wereld. Nou, dat moesten we dan maar doen. Ik heb hoog in de bergen een hutje gehuurd, mevrouw en de kinderen naar huis teruggestuurd. Ik blijf nog een weekje met niets aan mijn kop. Ik laat alles maar waaien en niets ruim ik op. Alleen, 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 alleen met mijn echo, alleen met mijn lot. Wie weet word ik waanzinnig of ga ik geloven in God. Alleen, alleen, alleen. Echt midden in het bos, hè, dit huisje. Midden in het reservaat. Ja. Midden in de Hollandse jungle. Maar dat is het duingebied. Ergens in het duingebied heb ik dus een huisje en daar woon en werk ik in. Dus je jongensdroom wordt werkelijkheid. Maar dat wonen is, neem ik aan, tussen aanhalingstekens. Nee, dat is echt zo. Nee, want dat is het fantastische. Er zit dus water in, elektriciteit. En ik heb internet hier. En dus ik woon en werk hier ook. Ik kan van hieruit uitzenden. Oh ja? En dat is natuurlijk geweldig, ja. Ja.
Wat zoek jij hier in die afzondering? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is iets... Ik moet er niet totaal aan toegeven, want dan word ik ook echt de kluizenaar. Ja, echt waar? Ik heb ze ook altijd graag gespeeld. Ik speelde de Rochebrune, Walter de Rochebrune, een zonderling die in het tuinhuisje van zijn moeder woonde. En dan conflict met zijn moeder. Hij kwam niet naar het huis. Hij moest in dat schuurtje wonen. Ja, die zonderlinge trek zit er dus kennelijk in. Ja. Die had de broer van mijn vader in hoge mate. Die kwam soms niet uit de tuin. Die durfde niet de straat in. En mijn vader had dat ook altijd. Die, als hij naar de bioscoop ging of een theater, dan zocht hij een plaats tegen de achterwand en aan een zijpad of aan een middenpad. Dan kon hij snel eruit. En dat herken je? Ja, dat herken ik helemaal. Is dat mensenschuwheid? Een soort mensenschuwheid. Wat ik in mijn alter ego meneer Foppe helemaal heb uitgeschreven. Dat is mij zeer vertrouwd, ja. Nou, in de tuin valt alles van me af. Als ik maar even vrij heb, ga ik naar ons landje. Ja, het is misschien gek gezegd, maar dit stukje grond is de enige plek waar ik echt, ja, waar ik echt leef. Dat idee dat je uitgelachen wordt, dat ik je te gekke, lange, stakerige gestalte wordt uitgelachen, dat zit er diep in. Op het strand ging en ga ik nooit in zwembroek ontkleed liggen. Nooit. Nee, dat kan niet. Altijd helemaal aangekleed. Maar je had het gevoel dat mensen op je letten? Ja, dus ja, als je het met grote woorden omschrijft, zijn dat licht paranoïde trekjes. Je gaat op een strand zitten en je denkt dat iedereen kijkt. Dus kan jij niks uittrekken. Dat is idioot. Dat slaat nergens op. Maar ik kan daar niks aan doen. Dat heeft me nog steeds in zijn greep. En daarna ga je op dat strand zitten en dan kijkt ook echt iedereen, want jij bent Wim de Bie. Precies. En dan weten ze waarom. En weet ik het waarom. En dan kan ik mee omgaan. Maar werd het daar niet veel erger van? Nee. Want daar weet ik mee om te gaan. Dus ik vind dat helemaal niet zo erg. Jullie hebben altijd gezegd, televisie begint met een wit vel papier, hè? Ja. Ja, het is papier. Het is toch een idee. Blijven we bij. Hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie kwamen bij elkaar. Was dat een vaste dag in de week? Uiteindelijk. Maandag was vrij. Ja, we woonden bij elkaar in de buurt. Wim in Bussum, ik in Hilversum. En we fietsen naar elkaar toe. Kom jij bij jou of kom ik bij jou? Nou ja, ik moet eerst even naar de kapper. Oké, één uur. Nou, dan gingen we zitten en hadden we alle kranten. Samen lazen we alle kranten natuurlijk. En dat is de basis steeds. En dan het gesprek begon het. Over wat heb jij gezien en wat gehoord. Noem eens wat. Waar hadden jullie het dan over? Ja, maar de actualiteit. Ja? De dag. Dat gesprek zou je niet moeten horen of zien. Dat is nog niks. Dat is gewoon het gesprek wat een ander in het café heeft. Ja, ja. Ja, maar het kon ook zijn dat, dat Wim zei... Nee, maar heb je die privédomein van Canetti gelezen? Ik zeg maar wat. En daar staat een stukje in. Moet je eens lezen, dit en dat. Dat kon ook een uitgangspunt zijn. Dit zijn daar allemaal aantekenboeken met aanzetten tot teksten. Ja. Dus tijdens zittingen schreven we wie schrijft, jij of ik. Dit was gewoon de legendarische bijeenkomsten op woensdag of donderdag. Waar gaan we het over hebben? Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Waar gaan we het over hebben? En dan stukken tekst proberen. En dan gaandeweg voelde je, nu wordt het wat. Nu wordt het wat, maar ook gingen we uit elkaar na een dag zo tegenover elkaar. En belden we elkaar 's avonds en zeiden, blijft het bij jou nog liggen? En dan bijna altijd zeiden we gelijktijdig, nee, bij mij blijft is het nog overeind? Ja. Blijft het nog overeind? Nee, bij mij niet toch meer. Is over nagedacht, is dus dan waren we stralend uit elkaar gegaan. Dit is het. Maar dan bij nader indenken, nader doorsudderen. Was het niet zuiver? En dat ging altijd gelijk. En het omgekeerde, dat je dacht, dit is het helemaal. Ja, maar dan zag je pas spelenderwijs of het was. Voelde niet meteen dat van nu hebben we goud. Ja. Maar dat is precies wat je zegt. Ja? Dan noemden we dat ook. Ik heb geloof ik een gouden idee. En meestal was dat meteen raak. Noem eens zo'n idee. Ik zal een voorbeeld noemen. Nou, het simplistisch verbond. Ja, simplistisch verbond. Maar een sterk voorbeeld is, vind ik zelf, Jacobsen van Es. Eerste jaar, Plathaagse penozen. En die doen oplichterspraktijken. Het winterklaarmaken van de tuin. Na 8 afleveringen dachten, dat hebben we gehad. Er zit niet meer in. We waren coke-dealers geweest en van alles. Jammer, die type moeten we loslaten. We waren heel streng daarin. Tot er de zomer kwam en we ineens dachten, de politiek,
er komen verkiezingen aan. Ze stichten een eigen partij. De tegenpartij is van jou en van mij. Daarvan dachten we, die kunnen nog een jaar voort. Die gaan de politiek in. En dat werd op slag meteen tegenpartij. En daar kwam taal uit. Geen gezeik, iedereen rijk. En meteen was dat raar. We komen erin, we komen erin. Dames en heren, als het goed is, drukken wij nou het beeld van Nederland 2 bij u thuis helemaal weg. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wij zitten hier helemaal in Luxemburg. Dus als u boven Arnhem nog vaag koud en bier ontvangt, kennen wij niks aan doen. Waarvoor dan ook onze excuses. Ja, als je het beter weet van S, ga je gang hoor. Oh nee, sorry. Nee, jij. Kom. Wat is er aan de hand? U hebt misschien gehoord of gelezen dat op Nederland gerichte commerciële televisieprogramma's niet ontvangen mogen worden via de kabeltelevisie van de regering. Ja, nou, mag je blijft lachen. Je mag blijft lachen. Nee, mag want, niet. Binnen 3 jaar, gaat hij nog? Dan kan iedereen via de satelliet alle programma's uit de hele wereld zo precies uit de lucht plukken. En daar kennen wij als vrije jongens niet op wachten. Hè? Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een groepje Haagse, vrije, zelfstandige jongens, kleine adverteerders bij elkaar genomen, gezegd, jongens, allemaal een roodje lappen. Dan zorgt de tegenpartij ervoor dat wij vanuit Luxemburg per satelliet normaal bij u thuis op de televisie komen. Net zo makkelijk. Maar de taal die Jacobsen van S af en toe gebruikten, die is gangbaar geworden. Dus dan zeggen wij, de werkelijkheid heeft de satire ingehaald. Ja. Zelfs in de Kamer, hè? Ja, zeker wel. Ja. En is de satiricus dan uitgesproken? Nooit, maar niet op onze manier. Nee. Ik denk, die zou dan een veel scherpere ingang moeten hebben. Daar is denk ik ook wel het wachten op. Een oud geborduurd spreekwoord, dames en heren, zeg: het buitenland ligt naast de deur. Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat jij, als je je huis uitkomt, struikelt over een Turkse jong met de spuiter in zijn arm. Volgens mij wordt daar ook niet mee bedoeld dat je je eigen leplazers kan lopen op zoek naar een broodje ros. Omdat je nergens anders ziet staan dan shawarma, 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 shawarma van die lepe vermicelli letters. Nou heb ik een neef, dat is zo'n gozer, want die hebben Shellpomp in Zuid-Afrika. Ik schrijf vaak met die neef, ik zeg, is dat bij jou ook een heet hangtaboe, buitenlanders? Zegt hij nee. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou kijk, alle buitenlanders hebben hier de eigen thuisland. Zo dat. Je nooit last hebt van de hele nacht lijpe muziek, blanke werkeloosheid en rare etensluggies. Ken dat in Nederland ook. Van S. Alle Grieken in Nederland, die stoppen wij weg hier op de eilanden. Dat heet nou de provincie Grieksel. Zijn ze gewend. Net als thuis. Eilanden, water, rotom. Dan heb ik hier op ons barmeubel, heb ik gezien dat Afrika, dat is heel geinig, wist ik niet. Kijk, hier, Afrika, we leggen hier, kijk. De grens op precies dezelfde wijze als hier Groningen en Friesland aan zee. Dat legt aan zee. Dus dan hadden wij gedacht hier alle Tunesiërs, Marokkanen en Algerijnen weg te stoppen, thuisland. Ja. Nederlanders die niet meer tegen buitenlanders kennen. Wat doen die? Die gaan allemaal hier overheen. Kijk, dit Blank is de Randstad, dat heet nou Blankstad. Blankstad. Blank. Daar kennen alleen buitenlanders komen met een pasje. Oh, ja, ze kennen niet zomaar de Blankstad dat in. Dat ken niet. Met een pasje. Er waren genoeg mensen die dat allemaal serieus namen. Dat was ook natuurlijk ook het probleem met die hele tegenpartij. Dat het ontsteeg uiteindelijk de ironie. En het werd iets op zichzelf staans. Want er waren waardoor mensen ze die wilden echt erop stemmen als het er kon. Ja. En dat zou ook ongetwijfeld gebeurd zijn. Hè? Dus de geest was in die zin enigszins uit de fles. De tegenpartij is een partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kennen.